en van harte welkom hier bij Smart Vitaal. En zoals je weet vind je bij ons iedere dag heel veel tips, weetjes en experts. Allemaal om jou te helpen om zo smart en vitaal mogelijk te kunnen leven. En slapen is dan ook een heel belangrijk onderdeel. En daarom spreek ik vandaag een van onze vitalenten, namelijk Maarten van Hal. En hij is echt dé slaapexpert. Heel veel redenen voor. Het heeft heel vaak te maken met je bioritme, met je biologische klok. Op het moment dat daar dingen fout gaan, dan kan daar iets gebeuren met je slaap, waardoor je slechter gaat slapen. Dat je 's avonds nog met je mobiel bezig bent, een heel bekend voorbeeld natuurlijk, stress hebt, dan ga je ook slecht slapen. Een paar dingen die je gaan helpen daarbij. Kijk, je gaat kunnen ontdekken waar heb ik stress van, waar krijg ik stress. Hoe vaak komt nu op het nieuws niet die COVID-19, al die cijfers, getallen, grafieken. Als je merkt dat je daar last van hebt, dan ga je misschien wat minder vaak naar die cijfers kijken. Misschien wat minder vaak naar het nieuws kijken. Probeer toch weer in dat ritme te komen van je biologische klok. Dus het dag-nacht ritme. Dat kun je doen door bijvoorbeeld 's ochtends vroeg, als je wakker wordt, direct zonlicht te krijgen. Nou ja, de zon schijnt volop, dus daar hebben we geluk mee. Dus dan ga je 's ochtends even een wandeling maken. Beweging, ook heel goed voor je slaap. Als je niet naar buiten kunt of niet wilt, dan ga je voor je raam zitten. Dus dat je wel 's ochtends vroeg voldoende licht krijgt. Want ons hoofd, hè, het slapen doen we natuurlijk met het brein, met het hoofd, heeft die afstemming tussen dag en nacht nodig. Na 10 uur bijvoorbeeld stop met telefoon, met computer, ja, dan ga je toch wat gemakkelijker kunnen slapen. Dus om je ritme goed op gang te krijgen is regelmaat heel belangrijk. Probeer elke dag rond dezelfde tijd op te staan, rond dezelfde tijd naar bed te gaan. Zorg voor ontspanning overdag. Zorg ervoor dat je wat ademhalingsoefeningen gaat leren, bijvoorbeeld of ga yoga doen. Dat kun je ook doen net voor het slapen gaan. Dus dat je je dag een beetje af gaat bouwen. Dat je jezelf wel voor kunt bereiden op het slapen gaan. Net voor het slapen gaan, niet gaan eten. Een paar uur voor het slapen gaan, niet gaan eten. Tenzij je echt een hongergevoel hebt, dan kun je wel een klein beetje eten. Neem je een kleine lichte snack misschien. Geen vette snacks, geen chips of zo. Alcohol moet je niet doen voor het slapen gaan. Je kunt wel makkelijker in slaap vallen, maar je diepe slaap, die heeft er echt last van. Je gaat minder vast slapen. En dat is juist de slaap waarvan je uit gaat rusten. Ga niet in bed wakker blijven liggen, want dan krijg je alleen maar stress van. Weet je zeker dat het niet meer lukt. Als je het gevoel hebt van het gaat niet lukken en ik lig al 20 minuutjes wakker, ga uit bed, ga even iets anders doen beneden of buiten je slaapkamer of ontspanning. En als je merkt van ik word toch weer moe, dan ga je pas terug. Als je merkt van ik ben overdag moe, ga toch niet een dutje doen. Want ja, als je pech hebt, dan ga je de volgende nacht weer vroeg wakker worden, doordat je al wat slaap gehad hebt. Als jij iemand bent die 's nachts slecht slaapt, dan is het best wel tricky om dan die powernap te gaan doen. Je gaat een beetje met je ritme lopen schommelen, zeg maar. Je kunt het in de war brengen. Dus ik zou het niet direct aanraden. En veel mensen met kinderen die over een paar weken dan mogen ze weer naar school. Het wordt weer een beetje een normaal leven. Maar als je nu, en ook voor je kinderen, zeker voor je kinderen, als die nu een heel ander ritme hebben dan dat ze een maand geleden hadden, dan kost het heel veel moeite als je van de ene op de andere dag weer terug moet naar het ritme van school. Ga die aanpassing geleidelijk aan maken, dat je weer terugkomt op je oude patroon. Dat is een tip, denk ik, die nu wel actueel is. En dat waren de tips van onze vitalent Maarten van Hal. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en heel graag tot van de week. Ciao!